De slachters komen binnen. Vader Jan van de Ven en zoon Peter zullen het varken slachten. Nadat het varken met een pistoolschot is verdoofd, wordt zijn keel doorgesneden. Met kokend water worden de haren ontsmet en geweekt. Vervolgens wordt de huid geschrubd. De jeugd kijkt belangstellend toe. Voordat het varken aan de achterzijde wordt opengesneden, wordt er weer kokend water gebruikt ter ontsmetting. Nadat de darmen van de ontlasting is ontdaan, wordt het varken op de leer gebonden en recht overeind tegen de schuur gezet. Met een vlijmscherp mes wordt heel precies het varken zijn buik opengelegd. Om besmetting te voorkomen moeten de ingewanden onbeschadigd worden verwijderd. Even de broek reinigen. Terwijl zoon Peter met een bijl de ruggengraat openspleit, gaat pa de ingewanden verwerken. Het mag gerust een traditie worden genoemd dat het eerste gedeelte van de slacht wordt afgesloten met een borrel. Het vlees wordt in de berging geplaatst zodat het enkele dagen kan besterven. Daarna wordt het in karbonade, ham, spek en dergelijke versneden. Even schoonmaken komt er ook bij.